In de Gehaktmolen, een spel van Dick Walda, regie Ad Leupler. Ja, goedemorgen met slagerij Vink. We hebben hier een keuringskaart ontvangen voor onze zoon, maar die kan niet komen. Moment. Wat zeggen ze? Moment, ik word doorverbonden. En meteen er hard tegenaan, hè? Overdonders. Je zegt hij komt niet, punt. En daar doet jij het dan? Zoiets hoor jij te doen. Ja, hallo? Bureau Keuringsraad. Ja, meneer, ik heb zo'n kaart van u ontvangen voor mijn zoon, maar die kan niet komen. Hoe is de naam? Vink, Ferry. Voluit. Wat voluit? De voornamen natuurlijk. Oh, dus eigenlijk Ferdinand Johannes Christiaan Vink. Ik zoek het op. Wat zegt die man? Wat zegt hij? Nou, hij zoekt het op. Oh. Ja, meneer, ik heb het. Uw zoon kan volgende week donderdagmorgen 9:00 dus niet ter keuring verschijnen. Ziekte? In het buitenland? Nee, het zit zo. Onze zoon hoeft niet in militaire dienst. Dat heeft de dokter gezegd. Dat bepalen wij, meneer. Daarvoor is juist die keuring. Hij kan helemaal niet in militaire dienst, meneer. Hij doet er een half uur over om zijn eigen schoenveters vast te maken. Uw zoon verschijnt gewoon ter keuring. Zo niet, dan volgt een nieuwe oproep. En in dat geval vergoeden wij die dag niet bij de werkgever. Hij werkt bij mij in de slagerij. Het is toch het verstandigst als u uw zoon gewoon ter keuring laat verschijnen. Wat zegt die man nou? Hij moet gewoon komen. Ach, geef hier dat ding. Zeg, meneer... Kapitein Terborg. Moet u eens goed luisteren, meneer. Onze zoon is buitengewoon zwak begraafd, begrijpt u? En zo'n toestand met al die soldaten, dat maakt hem vreselijk in de war. Hij kan niet tegen bloed, begrijpt u? We hebben hem met de grootste moeite een beetje in het gareel gekregen om hem in de slagerij te laten werken. Nou, denkt u toch niet dat ik hem de hele dag naar u toe stuur? Mevrouw, ik begrijp niet waarom u zich zo opwindt. Elke mannelijke Nederlander in de leeftijd van 18 jaar... Hij is niet mannelijk. Hij is een kind. Mijn kind. Hij komt niet. Dag, meneer. Nou, dat heb je even goed gezegd. Jij met je gedraai altijd. Helemaal geen gedraai. Ik probeer die man uit te leggen hoe de vlag ervoor staat. Niks, geen vlag. Laat ze hier op eens een maat maar voor het leger gebruiken. Maar onze Ferry is veel te gevoelig voor dat soort dingen. De hele dag tussen dat gaai is. Stel dat die wordt goedgekeurd, moet hij echt in dienst? Nou, de dokter heeft zelf gezegd... Daar zijn andere dokters. Ze hebben een hoop jongens nodig voor al die oefeningen in het buitenland. Dat kan me niet schelen waarvoor. Hij komt niet. Nou, ik ga de bloedworst maken. En dan zeg ik... kan volgende week niet naar de postzegelclub komen en de week erop ook niet. En als ze dan vragen waarom niet, Ferry? Wat dan? Dan zeg ik... omdat ik naar het buitenland ga. Welk buitenland? Waar is het mooi? Noorwegen. Of... Griekenland. Oh, neem ik Griekenland. Hebben ze daar mooie stations in Griekenland, Krijn? Denk het wel. En... dameskapsalons, Krijn? Nee, zouden we het niet meer over hebben, over die kapsalons. Misschien maak ik wel heel mooie schilderijen van. Maar dan moet ik wel eerst zien. Als jij je voorlopig koest houdt. Zodat slagerij Vink zich niet met de pletter hoeft te schamen... en dat we gewoon naar de kerk kunnen gaan. Veilig in Jezus' armen. Jezus, als jij veilig... je... Ferry, als jij je dus koest houdt. Dat gaat vanzelf, Krijn. Dat komt door die slagerij. Ook vanzelf helemaal wild. Je ziet die lieve lammetjes. Ze hebben zo'n mooi wit velletje met van die kleine krulletjes. En dan komen ze uit het abattoir in stukken en dan word ik helemaal wild. En dan... Ferry, dat is nou juist het fijne, jongen. He, dat je niet met de slagerij in hoeft. Dat heb ik toch voor je geregeld? Dankjewel, Krijn. Jij bent mijn broer en je bent mijn vriend. Precies. En het is best mogelijk dat als jij heel mooi gaat schilderen... Ja. dat wij het samen nog heel ver schoppen. Dus jij krijgt van mij een mooi boek met de stations van alle grote steden. Huh? Zou ik eigenlijk eens naartoe moeten dat ik het zelf goed kan zien... En dan schilder ik ze met vlotte hand. Komt allemaal nog wel, jongen. Als je er eerst maar buiten zit. En als vader en moeder dood zijn... dan heb ik alleen nog met jou. Nou, dan neem ik de zaak over. En dan
Heb ik een vrouwtje? Honing op de lippen. Muziek in de rijen. Wiebel in de kontje. Ja? Hoezo honing op de lippen? Ferry. Mag ik dat eraf likken? Ik ben gek op honing. Ikzelf ben gek op honing. Nee, Ferry. Honing op de lippen, dat is mooi praten om de klanten te paaien. He? Ze zegt bijvoorbeeld... Roy, het ziet u er schattig uit. We hebben vandaag de biefstuk in de reclame. Oh, dat. Nou, dan sla jij even een biefstuk plat. Maar ik ben er niet bij, nooit niks bloed. Ik zit in Griekenland. En die muziek in de dijen, Krijn. Jij onthoudt ook alles, hè. Ik kan zo met jou op de kermis. Mijn broer onthoudt alles. Het is stom om voor de duivel te dansen, maar wel een heel goed geheugen. Ja, muziek in de dijen. Jezus. Ja, daar zit je heel hoog, hoor. Want daar zit er toch hier, hè? Daar zit je al ver onder de rokken. Dat is toch verboden, Krijn? Nee, bij je eigen vrouw mag alles. Bombardementen. En maken ze echt muziek, die dijen? Bij wijze van spreken. Ja, maar dat weet de klant natuurlijk niet. Nee, dat weet die klant niet, nee. Maar als er een man in de zaak komt, dan gaat ze wiebelen met de kontje. Ja. Onsje rookvlees halen. Gewiebelen met kontje. Varkenspek ophalen. Precies, en dan denkt die klant... Dat is een leuk typeje. Ja. In die winkel kom ik wel eens meer, dat onthoud ik. Precies, ja. Nou, Krijn zou er voor mij nog nooit eens een leuk typeje over schieten. Dat ik er niet alleen over hoef te fantaseren, dat ik er ook eens echt in kan knijpen. Vrouwen houden niet van knijpen, Ferry. Vrouwen houden van zacht en van streng. Dat ze weten wie de baas is in de slagerij. Ja, dat zijn dus vader en moeder. Moeder zacht in de winkel, vader streng met de messen. Precies, ja. Maar als ze dood zijn, ben ik de baas. En dan kom ik op zondagmorgen na de kerk bij je koffie drinken. En dan hoor ik muziek in de dijen van jouw vrouwtje. Dat kan... Lief tegen mij. Heb je al iemand op het oog, Krijn? Ja. Nelly van de aanmaakhoutcentrale. Oh, die rode? Precies, ja. Zou ze overal rood haar hebben? Overal, je weet wel, overal rood haar. Ja, jongen, ik weet wel zeker. Dus echt overal? Precies. Dus ik kom volgende week niet meer naar de postzegelclub en de week erop ook niet. Dat vinden we erg jammer, Ferry. Ja. Want meneer Luyrink, die komt dan met zijn Afrika-verzameling. Ja, jammer, maar ik kan dan echt niet. Ferry, je kunt toch helemaal niet meer komen? Dat zou je toch zeggen tegen de voorzitter? Ja. Om te beginnen volgende week niet en dan de dinsdag erop ook niet. En de dinsdag daarop weer niet. En daarop, Ferry, en daarop, Ferry, en daarop. Rustig, jongen. Niet zo doordraven. Ja, Krijn. Zeg... Zijn vader, Sandy Warfield. Oude... Dat u die mogelijkheid moet vergeten. Dat je eventjes in de buurt gaat rondneuzen? Ga naar Griekenland. Vanwege Griekenland. Ja, ga jij dan maar mooi even daar rondkijken. Hoor je me? Nee, het is, het is zo gelegen dat... Jammer, hè? Ja. En hoe lang blijft hij weg? Dat hangt ervan af. Gaat hij ergens werken? Zoiets, ja. De stad is niks voor hem. Nee. Hij wordt er echt onrustig van. En hij kan ook niet goed tegen de slagerij, begrijpt u? Hij raakt hoe langer hoe meer in de war. Ja, ik begrijp het, ja. Ferry is, hoe zal ik het zeggen? Overgevoelig. Dat is het woord, ja. Overgevoelig, ja. En neemt hij zijn verzameling mee naar buiten? Oh, ik paste zo lang op. Hij had al een leuke verzameling, mag ik wel zeggen. Ja, dacht ik ook. Stel wat? Stel dat u overweegt om de verzameling van de hand te doen. Geeft u mij dan even een belletje? Geen sprake van. Het zijn Ferrische postzegels. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, hij zal toch wel voor lange tijd naar buiten gaan, hè? Ja, ik denk het wel. Van de buitenlucht worden de mensen rustig. Mm-hmm. En van bossen en de dunnegroene zon. Nou, ik fiets zelf ook graag buiten. Het kalmeert me. Ja. Hoeveel brengt zo'n verzameling nou op? Wat zal ik zeggen? Het loopt toch wel gauw. Nee, dan doet u zo gooi. Nou, zo het losse pols, zou ik zeggen...
Nou, toch wel meer dan 1000 gulden. Zo. Ja. Nou, geef me uw telefoonnummer dan maar, hè, voor het geval dat. Nou, hier is mijn kaartje, hè. Als ik niet thuis ben, dan krijgt u mijn vrouw. Dan bel ik u wel terug als er wat is. Huh? Ja, kijk wel. Dus dat is extra? Verdoving? Ja, dat moeten we in rekening brengen. Doet u dan maar zonde? Nou, het valt wel mee, hoor. Aan zo'n kies zit praktisch nog geen wortel. U kan dus echt niet meer boren of plomberen? Ik zou het graag doen, maar in dit geval... Nee, het is echt al te ver heen. Ferry? De dokter gaat nou even in je mond kijken en dan doet het heel even een klein beetje pijn. En dan gaan we straks lekker bij de Italiaan een heel groot ijsje eten. Goed? Met slagroom? Ja, met slagroom. Kom maar even. Hoe heet je? Ferdinand, maar we noemen hem gewoon Ferry. Ferry, kom jij eens even fijn hier in de stoel zitten. Wat heb jij een mooi matrozenpakje aan. Geef mij je muts maar. Nou, ik wou dat ik zo'n mooi pakje had. Met van die prachtige linten. Even mondje open, Ferry. Mondje open. Doe je oogjes maar even dicht. Mevrouw, gaat u maar even naar buiten. Mama. Goed, mama, kom zo terug. Hoor, de dokter gaat even in je mondje. Mondje open. Mondje open. Zeg, Ferry, je hebt niet alleen een mooi matrozenpakje aan, maar ook leuke witte kousen. Ja, nou, hè? Nou, even je mondje. Hè? Goed openhouden, goed openhouden. Ja. Wil je die? Ja. Met een parasolletje erop? Ja. Meneer, 2 vanille-ijs met slag. Om 1 met een parasol. En in van die hoge glazen, hè? Die. Ja. Nou, dat is duur, hoor, Ferry. Zulke ijs. Bloed. Slik maar door. Hij is je eigen bloed. Kijk. Daar komen de ijsjes al. Oh, lekker. Zo. Bloed, man. Ga ik gauw dood. Slik door, zeg ik je. Bang, man. Eet je ijs nog op, kind. Slagroom. Kom bloed op het ijs, man. Of slagroom. Nou, heb je kersenijs? Nou, ik mag hem op. Mam, ik bloed is vies, mam. Bloed is niet vies. Is van jezelf, daar word je sterk van. Net zo sterk als papa en Krijn. Spierballen. Ik wil niet sterk zijn, mam. Ik wil onder tafel zitten. Hou je kop. Eet je glas leeg. Ga nou weg, man. Je mag weg als je alles hebt opgegeten. Ik wil niet. Dan eet mama jij eens op, hoor. Goed, man. Lekker. Kersenijs. Man, ik steef meer bloed uit. Hij zenuwen, jongen. Ga naar de wc en spoel je mond met een beetje water. Fout! Hallo, Ferry. Hey, Krijn. Je bent het dus niet vergeten. Wat? Mijn verjaardag. Nee, die ben ik niet vergeten. Gefeliciteerd, Ferry. Al 40 jaar. Nou loop ik naar de 50. Maar we maken er geen feest van, zijn moeder altijd. Hé, hey Krijn, waarom mochten er nooit vriendjes thuis komen? Ik kom je halen, Ferry. Je bent toch niet omdat ik jarig ben? Jij hebt een brief geschreven. Ja? Voor machtig leuk. Brief met een postzegel erop. We hebben veel mooie postzegels de laatste tijd. Geloof me wel, Ferry. Ik heb er niet zo op gelet. Ja, we hebben een nieuwe koningin. Er is ook een nieuwe postzegel. En ik krijg soms postzegels van Josephine uit Israël, uit Amerika en ook uit Rusland. Zo. Krijg jij postzegels? Die moet je dan maar aan mij geven. Dan bewaar ik ze voor je. Waarom schrijf jij niet vaker, Krijn?
Ik heb je toch geschreven? Eén brief. Alleen over dat vader dood is. Ik kom je halen, Ferry. Ik heb nou geen tijd, Krijn. Dat is een heel mooi schilderij daar, hè? Met al die raampjes. Ja, dat is Hotel in Madrid. Ben je er dan geweest, Ferry? Nee, toch? Jawel, in mijn dromen. Ik zie het zo voor me. Ja, dat is een heel mooie schilderij. Ik moest het maar meenemen, om te bewaren. Ja, dat is nog niet af. Kijk, ik moet die luchten nog doen met blauw en met roze wolken, zie je wel. En die zijn nog niet helemaal klaar. Dan maak ik er nog mensen. We moeten een beetje opschieten, Ferry, anders komen we nog te laat. Wat gaan we dan doen? Wij gaan onze vader begraven. Hij heeft mij met zijn pantoffel afgerost, Krijn. Dat was voor je bestwil, Ferry. En die keer dan dat hij met zijn bloedpoten... Dat zou je niet meer zeggen, Ferry. Hij heeft me opgetild aan mijn oren, dat ze uitgescheurd waren en dat ik bloedoren had. Heb je pakpapier hier? Oh, wel kranten. Goed, dan neem ik die schilderijen die af zijn pas mee. Dat zal moeder ook fijn vinden. En dat ze kan zien wat voor een kunstenaar haar jongste zoon is. Dat heeft moeder wel verdiend. Ik ben geen kunstenaar. En ik ben soms heel ondeugend. Ja, daarom juist. Jij bent ondeugend. Stoute jongen. Hele stoute jongen. Jij bent ontevreden over mij. En vader en moeder, iedereen is ontevreden. Dat ik niet wil helpen, dat ik me verstop in de schuur. Het is altijd druk in de winkel, Ferry, en we moeten allemaal meehelpen. Daar zijn wij voor geboren, om mee te helpen. Ik ben geboren om te schilderen. De reis wordt er niet gaar van, Ferry, van schilderen. Wat doe je nou, Krijn? Ja, zie je toch. Pak deze schilderij in. En ik laat er hele mooie chique lijst omheen zetten. Dan gaan wij ze verkopen, net als de vorige. Nou, die meneer van de kunst, weet je wel. En dan krijg jij weer een heel mooi fotoboek. Met van die mooie vrouwen erin. Dat is niet goed voor je, Ferry. Ja, maar ik hou er zo van, Krijn. Dat vindt moeder niet goed. Je raakt er ook zo opgewonden van. Krijn, gaan we ook nog langs een dameskapsalon? Kijk wel. Oh, dus je zegt nog geen nee? Ik zeg nog geen nee. Maar misschien gaan we dan wel naar binnen in zo'n kapsalon. Wie weet. Maar nou moeten we voortmaken. Eens kijken, de touw eromheen. Zo. Zo, prima. Nou moeten we jou nog eventjes omkleden. We gaan een echte heer van je maken, Ferry. Honing op de lippen, muziek in de rijen, wiebelen met de kontje. Krijn. Nou kan vader ook niet meer naar de hoeren. Daar zouden we niet meer over hebben. Misschien missen ze hem wel. Denk er niet door. Hoeren missen nooit iemand. Gaan we dan nog langs de dameskapsalon? Alleen maar om te kijken. Ik ben jarig. Nee, Ferry, we gaan naar de begrafenis. Maar als we nou plotseling tijd over hebben... Nou, ik denk niet dat we tijd over hebben. Ja, maar ik wel. Je weet toch wat er gebeurd is, Ferry? Nou goed, ik kom je halen en daarna breng je weer terug. Het moet lukken. Dat we bijvoorbeeld even naar een club gaan. Er zelf over verteld krijgen. Dat moet wel lukken. Wat nou moet lukken? Dat zegt Josephine altijd. Wie is Josephine? Die van het schilderij. Hoezo schilderij, Ferry? Hè? Zeg maar. Dat ik aan haar heb verkocht. Verkocht? Jij hebt de schilderij aan Josephine verkocht? Dat zouden wij toch niet doen, Ferry? Dat zou je toch helemaal aan mij overlaten? Jij schildert, ik verkoop. Oh, dat was ik even vergeten. Kan ik vader nog zien? Denk het niet. Is de winkel dicht? Ja, één dag. Je ziet er goed uit, Ferry, hè? In je donkere pak. Oh, wat? Zou jouw das eens eventjes mooi strukken komen zien? Beetje grote strop, hoor. Dat is mode. Nee, dat is niet beschaafd. Ben ik beschaafd dan? Oh, we doen net alsof, Ferry. Jij blijft bij mij in de buurt en je zegt tegen niemand wat. Ik zeg tegen niemand wat? Nee. Anders word je weer veel te druk voor je leeftijd. Ja. Hè? Ja, zo is het mooi. Kan je het goed zien? Sta in de spiegel te kijken. Ja. Nou, Colbert aan. Echt een heertje. En hier. Deze pillen neem je in. Een beetje water. Nee, niet allemaal. Wel allemaal. Ja, Krijn. Zo, en één slot naar binnen. Moet je zien hoe je daarvan opmaakt. Beetje water. Ferry. Hoe heet die Josephine nog meer?
Ik zou niet weten. Zuster. Maar misschien weet jij nog wel hoeveel ze voor dat schilderij heeft betaald. Dat ben ik vergeten. Als je het heel goed nadenkt. Met een mooie Colbert en ben je net een gentleman, jongen. Niet meer over het schilderij praten, Krijn. Wat hadden wij afgesproken, Ferrie? Ik verkoop. Jij schildert. Dat moet lukken. Oh, nee. Juist andersom. Rustig. Krijn, hou nou op. Rustig nou. We lopen naar buiten, Ferrie. En dan gaan we in mijn auto rijden. Hoef ik geen autogordel om? Als je nog even zegt wat zuster Josephine voor het schilderij heeft betaald. 25 euro. Zo fijn. He? Nou hoef jij geen autogordel om. En het laatste stukje. Als we de straat ingaan, dan rij jij. Zodat iedereen van de familie ziet. Onze Ferrie rijdt auto. Beter goed voor me, Krijn. Wij zijn broers, hè? Jazeker, Ferrie. Ja, wij zijn broers. En dat blijven wij. Dat zou ik wel denken, ja. Maar pak Josephine nou niet te hard aan, alsjeblieft. Krijn, want ze is heel lief voor me. Sinaasappels persen uit en ze brengt me de dinges met die mooie meiden erin. De dinges, weet je wel, die Josephine, dinges met die gekleurde plaatjes. Josephine heeft het schilderij teruggegeven, Ferrie. Of ze moeten volle met betalen. Hoe groot was het? 2 meter breed, station van Antwerpen. Ja, het is dan minus BTW... 7000 gulden. Wij zullen zuster Josephine eens eventjes laten zien wie hier de lakens uitdeelt. Ben je klaar om te vertrekken? Ja, Krijn. Nou, oh, kan je haar een beetje achterover? Dat valt steeds voor. Maak je me nat met water of haarcreme? Dat heb ik niet. Dan krijg je mij een potje haarcreme. Kom, laten we maar gaan. Hè? Maak je thuis je haar maar nat. Oh, wacht even. Zo. Regenjas aan, kom op. Nee, Krijn, geen regenjas aan. Krijn, veel te warm. Wel regenjas aan. Het hoort op een begrafenis. Toe aan. Ik mag pissen. Ik kan niet stoppen midden op de autoweg. En trouwens, een heer zegt geen pissen. Wat zegt een heer dan? Zeiken? Een heer zegt niks. Hij doet het gewoon. En in damesgezelschap? In damesgezelschap verwijdert een heer zich. En zegt hij, ik ga even kakken pissen. Zo, nou hebben we alweer gehad voor vandaag, hè? Denk er goed aan dat je je gedijs houdt. Je doet geen bek open waar de kinderen bij zijn. En je gaat ook niet zitten staren naar Evelien. Is dat duidelijk? Ja, maar ik moet even goed, heel nodig. Doe je maar in de asbak. Meen je dat, Krijn? Ach, dan neem maar lood. Stop de winkel eventjes bij een wegrestaurant. En dan ga jij... Urineren. Ja, dat is een mooi beschaafd woord. En ik ga gelijk even opbellen dat we eraan komen. Is moeder flink? Houdt ze niet. Moeder is flink, moeder is altijd flink. Ja, veel te flink. Vader ook trouwens. Het is jammer dat hij dood is. Ik wou nog een hoop dingen tegen hem zeggen. Dan moet ik het allemaal schilderen. Dat is jammer. Zo, nou stoppen we hier even. Hé, hey, ja, Krijn, lekker. Ik moet nog pissen. Nee. Netjes. Ja. Denk erom dat je je straks gedraagt, hè. Er zijn ook allemaal klanten. Leveranciers, tante Ali. En je zegt tegen niemand dat je in Bos en Duin zit. Begrepen? En mag die kleine van u een plakje van onze zelfgemaakte boterham, hoor? Ja, hoor. Kijk eens. Nou, zeg eens dankjewel, mevrouw. Dank u wel. En wat wordt ze al groot, hè? Het is een jongetje. Oh, jongetjes zijn ook leuk, hè? Zeg eens dankjewel, mevrouw. Nou, dan gaan we nou even optellen. Dat was een, kijk, pondrundegang. Ja. 2 blinde vinken. Mm. 1/2 onsje ham. 2 ons cervelaat. Mm. Dat was het, hè, mevrouw van der Hoef? Ferry, ga gehakt draaien. Ik heb vieze handen, pap. Ferry, dan ga je ze eerst wassen. Is dat begrepen? Ja, mam. En daarna haal je een zijspek voor me. Hij zou een bestelling naar Van Rossum brengen, vanwege de receptie. Ja, wat nou eerst? Je gaat nou gehakt draaien. En je wast eerst je handen. Dan draai ik die 2 muizen die ik nog heb liggen er ook doorheen. En dan spuug ik in het gehakt. Ach, mevrouw Vink, mag ik nog een biefstukje van een ons en ook nog 1/2 pond gehakt? Oh, zeker. Maar 1/2 om 1/2? Ja, 1/2 om 1/2. Nou, het wordt net gedraaid, mevrouw Vers. Dat kan het niet. Wat het betreft. We hebben ossetong in de reclame. Onsje erbij doen? Eens kijken. Ja, dat is goedkoop. Doe maar. Goed. En hoe gaat het nou met Ferry? Nog altijd aan het tekenen? Ach, hij kan er niet mee ophouden. Waar die jongen het allemaal vandaan haalt, de hemel mag het weten. Mijn matrozenpakje aan. Mijn mooie hoge schoenen, die poets ik met Erdal. Dat doosje dat je kan open doen met een dingetje opzij. Borstelt u erin, smeren maar. Wachten, uitpoetsen, aansel erop, weer poetsen.
Ferry, gaan we nou draaien of niet? Ja, pap. Eerst mijn handen wassen, pap. Uitpoetsen. En net zo lang met de doek eroverheen, dat het je eigen kop in de schoen kan zien. Is het gehakt voor mevrouw van der Loef nou al klaar? Komt eraan. Nou, vooruit, Ferry, anders breek ik je poten. Lui wammes. Dag, moeder. Dag, jongen. Je moeder heeft zo verdriet. Ja, maar ik ben jarig. Dat vieren we wel een andere keer. Trouwens, je bent nou te oud voor verjaardagen. Mocht het hele stuk met de auto rijden van Krijn. Is die helemaal gek? Liet hij jou de hele weg aan het stuur zitten? Ik geloof er niks van. Nou, ga ze allemaal een hand geven, Ferry. En niet praten, mond houden. Meteen weer terugkomen en dan ga je in de keuken de broodjes klaarmaken voor naar de begrafenis. Begrepen? Ja, moeder. Nou, je bent moeders grote schat, hoor. Nou, netjes en duidelijk spreken bij het handgeven. Ja, natuurlijk. Moet je denken dat ik achterlijk ben of zo? Of die goed bij mijn hoofd? Je hebt te luisteren, Ferry. Ga de familie een hand geven en niet bij de meisjes rondhangen. Nee, man. Wie ben jij dan wel? Dat weet u toch wel, oom Ferry? Ik ben Jolanda. Ja, jij bent Jolanda. Ja. Ja, maar dat komt door je haar. Mooi is je haar. Ja. Zo helemaal los, hè? Ga even mee naar de keuken. Wat doen? Dan krijg je gulden van oom Ferry. Misschien wel twee, goed. Goed. Heb jij schoenen gepoetst vanmorgen? Gepoetst? Nee. Zo, en dan... Ja, ga hier even in de keuken, hè. Ik moet broodjes smeren en beleggen. Kom dan maar mee met oom Ferry, hè. Kom maar. Oh, niet de deur dicht doen, oom Ferry. Nee, dat moet. Anders horen ze het van die gulden. Oh. Ik wil alleen maar lief voor je zijn. Kijk, hier, kijk een gulden, nieuwe gulden. Oh, en niks zeggen. Maar nou ga ik weer weg, hoor. Want... Jij hebt zeker vanmorgen een hele tijd je haar gekamd, hè, met de borstel. Doe jij dat met een borstel? Ja, ongeveer. En ga je wel eens naar dameskapsalon? Nee, ik ben er veel te klein voor. Nou, kom me fijn even helpen met de broodjes. Hè? Maar niet te dik beleggen, want dat vindt moeder niet goed. Nee. Nou, kom hier maar naast zomaar Ferry staan. Hier naast me staan, hè? Krijn, ga jij even naar de keuken. Controleer of Ferry bezig is met de broodjes. Ja, man. Ferry, doe die deur open. Wie is daar? Doe die deur open, Ferry. Poot onder de deur steken en maak hem niet wit met meel, want dan zie ik toch gelijk dat hij van de wolf is. Open die deur, zeg ik. Oké. Waarom heb jij die deur op slot gedaan? Zeg, wat doe jij hier, Jolanda? Ga dan binnen, schil op. Wij doen samen broodjes, puntjes, balletjes, van alles. Wat moest dat kind hier? Helpen mij. Denk erom dat jij je vandaag gedraagt, hè? Geen streek uithalen. Anders stop ik je in de glasbak. Wat is dat, een glasbak? Ik kiep jou in een bak tussen glas en lege flessen. En je kan er niet meer uit. Dus gooi je de mensen allemaal flessen op je kop. Krijn, kan je er nooit meer uit? Nee. Hoe moet dat schilderen? Nou, daar heb ik nog niet aan gedacht. Maar ik wel. Denk er de hele dag aan. Nog gecondoleerd, meneer Vink. Ja, dank u wel, ja. Leuk dat u langs kon komen. Ja, mijn broer was ook op de begrafenis. Ik dacht meteen aan u. Maar vanmiddag vertrekt hij weer naar zijn boerderij in Frankrijk. Nou, ik zou toch zo graag eens kennis maken met uw getalenteerde broer. Ja, schrijf ik. Maar hij heeft het druk. Veel mensen op de begrafenis? Ja, massa volk. Veel relaties, veel vrienden. En dan nog de klanten, hè. Ja. We hebben gelukkig een uitstekende zaak. Nou, mag ik eens zien wat u bij u heeft? Ja. Kijk eens. Zo. Dit is nog uit zijn hotel- en stationsperiode. Alsjeblieft. Tjonge, jonge. Daar word ik stil van. Knap, zeg. Ja, heel knap. En u bent de eerste die ik het aanbied. Er is veel vraag naar. Galerie de Snipper in Rotterdam. Ze bellen wekelijks. En deze?
Hè? Oh, deze is ook magnifiek, zeg. Oh, die details, hè? Die minutieus geschilderde details. Nou, dat vind je alleen nog bij Melle. Schitterend. Nou, ook die kleur, schitterend. Ja, ja. Hij heeft onlangs nog een uitnodiging voor Amerika geaccepteerd. En neemt hij nou nieuw werk mee? Hij is nou bezig met twee kleinere doeken. Oh, maar die mag ik toch nog eerst wel even zien, nou, hè? Dat weet u toch, weet u toch. Ik zeg altijd tegen mijn broer, meneer Verpoorten heeft de oudste rechter. Oh, met deze zal Isabel blij zijn. Ja. Nou, dan deze, dat is Madrid. En zijn visie, als het ware, dan op het oneindige. Ja. Ja, op het oneindige. Ja. Die sfeer is te proeven. Ja, ik zou toch zo graag eens wat doen met uw broer. Hè? Ik bedoel, een lekker intiem dineetje. Isabel erbij, dan u met uw vrouw. Uw broer. Is uw broer getrouwd? Leeft samen. Vrije vogel, hè? Kunstenaar. Nou ja, geef me eens ongelijk. Ja. Ja, dat heb je met die kunsten. Ja, ja. Maar ik vind het fijne doek, hoor. Alsjeblieft, zeg, alsjeblieft. Ja, deze, hè, die komt in de prijsklasse van 8,5. En dan deze hier ligt wat lager, dus 5.500 gulden. Dus jullie uiterste prijs? Oh, uiterste prijs zal ik niet zeggen. We kunnen er altijd over babbelen, nietwaar? Maar ze zijn niet goedkoop. Er gaat verschrikkelijk veel werk in zitten in deze manier van schilderen. Sigaar, meneer Vink. Krijn, waar is Ferry? Die komt zo weer terug. Vroeg of hij even bij de buren naar de konijnen mocht kijken. Alleen om te haaien. Ik wil niet dat je hem alleen laat. En waar zat jij dan? Ik heb hem er even heen gebracht. En toen moest ik een borrel hebben. Het gaat mij ook niet in mijn koude kleren zitten, zo'n begrafenis. Je kan ook hier sterke drank gebruiken als je zo nodig moet. Ja, moeder. Wel een prachtige begrafenis, vond je niet? 7 volgwagens. Schat aan bloemen. Zonder van het geld. Maar het gaat om het gebaar, om de aandacht. Wel. Alle broodjes zijn opgegaan. Ik had er 60. Zo'n begrafenis kost wel een hoop geld. Mm-hmm. Hoe gaat het met Ferry eigenlijk? Ik bedoel, in die inrichting. Hij is al leuk om te schilderen, moeder. Hij heeft daar zijn natje en zijn droogje. Ik denk dat hij daar naar zijn zin heeft. Mm. En hoe is het met zijn vreemde gedrag? Op dat punt, je weet wel dat... Helemaal onder controle, moeder. Ik heb er nog met de dokter over gesproken. Het is helemaal over. Vroeger gebruikte ze kamfer om dat te onderdrukken. Nee. Zo'n heel ver tegenwoordig, hoor. Er zijn andere middelen voor. Nee, Ferry heeft nergens meer last van. Dat staat stil bij hem, dat... Hm? Echt waar? Ja. Hij is heel rustig, prettig in de omgang... Blijf toch je kind, nietwaar? Precies. Goedemiddag, dames van de Salon de Coiffure. Goedemiddag. Ik heb hier een speciale aanbieding, haarlak. Goddag, dat ben je. Ben je weer? Ik ben vertegenwoordiger Vink. En ik doe alle dames afstand van West-Europa, Parijs, Madrid, Antwerpen. Wil je een kopje koffie, Ferry? Speciale crèmebehandeling. Wat wilt u, dames van de Salon de Coiffure? Wat ben je tijd niet geweest? Mag ik nog niet even kijken? Nee, kom maar even hier, in het kamertje. Zet op je pulpen hier. Ja, maar hier kan ik als niks zien. Oh, wat heeft die mevrouw een mooi manteltje aan, met al dat goud. Ja, zeker een mooie. Kopje koffie zal ik in het kamertje laten brengen. Ankie, daar. Breng even een kopje koffie aan de vertegenwoordiger. Mag ik direct het haar opvegen? Ja hoor, maar ik zit in de salon vol kanten. Ankie. Mag ik straks over kijken? Ja, eerst koffie drinken. Ja, wacht even. Denk er goed aan dat ik me niet in de glasbak laat stoppen, hoor. Ankie, je belt Rex in huis en anders de politie. Hè? Ja, meteen. Kijk eens, hier, meneer vertegenwoordiger. En wat heb je me zo al aan te bieden? Oh. Zij daar heeft mooi haar. Ook zo'n manteltje van goud. Ja, oh. En wat heb u in de aanbieding, meneer? Haarlak. Speciale haarlak. Pss, pss, pss. Mag vegen en spuiten. Ja, eerst even je koffie opdrinken. Ja, ik moet nog naar madame Louise, Salon Yvonne. Maar ik kom altijd eerst hierheen. Jullie hebben de mooiste kapsalon van de hele stad, hè? Ja, zeker. Ja, nee, meneer, zei ik. Ik ben helemaal geen vertegenwoordiger.
Ik ben kampioen. Dames, kapsalon kijken. Ja, Ferry, ja, ja, dat ben je. Alsjeblieft, geen gekke dingen doen, hè. Alsjeblieft, denk aan mijn klanten. Ja, maar waar mag ik dan even kijken? Nee, wel, dan kijken kan toch niet kwaad, hè? Je mag direct kijken. Heb je pilletjes vandaag al meegenomen? Want anders vraag ik het even aan je moeder. Jij laat mijn moeder naar buiten, hoor. Anders ram ik hier de hele boel aan diggelen. Alle spiegelstuk en alle haarlak spuit zo weg. Geef me nou zo'n spuitbus, ja, gauw. Ja, 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 alsjeblieft. Alsjeblieft, Ferry. Hier is een les. Spuiten maar. Zo, nou spuit ik in jouw haar. Zo. En doe jij het bij mij. Ja, ja, ja. Daar knappen we van op, hè. Ik ben tenslotte jarig vandaag. Oh, wat leuk, Ferry. Hoe oud ben je geworden? Of mag ik schatten? Niks, geen cadeautjes, schat. Niks, helemaal niks. Als ik je nou eens een paar spuitbussen cadeau doe, hè? Ben je 35 geworden, Ferry? 35? Ouwe, veel ouder. 45 dan? Veel jonger. 39. Dat was ik gisteren. Oh, dan ben je 40. Mooie leeftijd, hoor. En je ziet er nog zo jeugdig uit. Zit me niet in de zijk te nemen. Ik kom voor de salon. Je mag direct vegen, als iedereen weg is, hè? Dan gaan Anke en ik daar zitten. In die echte kapsalon. Ja, ja. En dan... Dan maak ik jullie haar eerst klesnat. Ga ik droogblazen met zo'n ding. Spuiten, alles doen van A tot Z. Ja, van A tot Z. Alles doen van A tot Z. Ja, 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 de hele behandeling. Helemaal. En dan... Dan word ik lekker heterig. En dan doe ik dat, je weet wel. Zeg een jarig hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat is hij. We vinden het alles zo prettig, ja, ja. En samen zingen we blij. Zo, en nou ga ik naar binnen. Nee. Nog even wachten, hè. Direct mag je naar binnen, hè. Zo, alsjeblieft, Freddy. Zul je niks kapot maken. Wil je nog een kopje koffie? Je neemt me in de maling. Denk maar niet dat jij de baas over me kan spelen. Ik dat ben niet. Alsjeblieft, Ferry. Alles is net helemaal opgeknapt. Waarom mag ik nou niet gewoon naar binnen? Ik heb klanten. Dat heb je gezien. Ja, maar daarom juist. Ja, Ferry, ik heb nog een kopje... Ferry, voorzichtig. Hier, mevrouw. Ferry. Wat moet je nou weer hier? Die dames losstaan van het verdriet. Niks, moeder. Ik moest hier zijn. Jij gaat mee en je gaat die dames je verontschuldiging aanbieden. Er is gelukkig niks gebeurd, mevrouw, maar ik wil hem hier nooit meer zien. Dit kan niet. Als het nog eens gebeurt, dan bel ik direct de politie. Mee, Ferry, en vlug een beetje. Kom, Ferry, laten we maar gauw gaan. Hè? Ik heb trouwens een hele leuke verrassing voor je. Bij mijn eigen baas. Jij hebt te luisteren naar je moeder, begrepen? Begrepen. Nee. Neem je pilletjes in. Als u hem nou niet meteen meeneemt, dan bel ik de politie. Dat ze dit soort niet opsluit in kampen met hoge hekken doorheen. Moeder, ik moet nog in de salon haar vegen en dan ga ik mee als ik klaar ben. Nee, geen sprake van. Je gaat nu mee onmiddellijk. Ik luister niet naar je, mam. Want het is mijn verjaardag vandaag. Er was geen eens een cadeautje. Ferry, blijf hier. Je krijgt een mooie set kapsalon van me. Ik zorg toch voor je. Ik moet gaan. Ik moet het doen. Ik bel de politie. Nee, geen politie. Moet de schade betalen, Krijn. Ik denk dat ik ervoor opdraai. Wie anders? Het is eigenlijk wel zielig voor je, maar ik moest. Hoe lang zal ik mijn handen nog in het verband moeten hebben? Ik kan nou niet schilderen, maar ik kan wel kijken. Ja, dan kan je wel, ja, kijken. Als ik op de grond ga liggen, ben ik weer klein. Ik kom voorlopig niet meer terug. Maar ik ga eerst even dat schilderij bij zuster Josephine ophalen. Ik denk niet dat gaat, Krijn. Ik zou niet weten waarom niet. Omdat het op het ogenblik op een tentoonstelling hangt. En er komen allemaal mensen. En als jij dat schilderij van Josephine van de muur had, dan zeggen ze... Hé, die meneer, dat is een dief. Waar is die tentoonstelling dan, Ferry? Want je weet toch wel dat je onder mijn curatele staat, hè? Wat is dat? Dat ik alles voor jou regel. Dus? Dus wat dus? Nou, dus heb ik ook de leiding over je schilderijen. Niks leiding. Wie maakt ze? Ik. Hé. Hou er goed rekening mee dat het gaat zoals ik het wil, hè, Ferry. Ik overweeg heropvoeding. Heropvoeding? Hoe gaat dat? Is Josephine in de inrichting?
Denk het wel, Krijn. Ja, ik ben het goed gemaakt. Ik breng jou weer naar je kamer en dan ga ik naar die expositie kijken. Maar jij neemt niks van de muur, hoor, Krijn. Ik zou niet durven. Hey, weet je dat je heel bleek ziet, jij? Al die schilderijen, hè, die je hebt meegenomen. Ja, jij moest eens wat meer in de zon. Hey, kun je niet buiten schilderen? Waar zijn al die schilderijen gebleven, Krijn? Verkocht en opgehangen bij moeder. Ik heb gezegd, als je Ferry wilt begrijpen, moeder, dan moet je goed aan die schilderijen van hem kijken. Goh, hey, dat jij dat zomaar zegt. Jij hebt moeder vandaag veel verdriet gedaan, Ferry. En wat het niet allemaal kost. En dat moet ik allemaal betalen. Alle schade in die kapsalon. Als mijn handen uit verband zijn, maak ik een extra schilderij om de schade te betalen. Hoeveel brengt dat op, Krijn? Soms zijn ze niet te verkopen. En in het gunstigste geval 100 gulden. Is niet genoeg om de schade te betalen. Nou, dan maak ik er 2. Is dat genoeg? Ja, 2 is genoeg. Zou moeder nog wel met mij willen praten? Denk het niet, Ferry. Nooit meer. Ja, nooit meer is nooit, maar het zit er wel in. Zij moeder nog wat, Krijn? Wil je het echt weten? Ja. Ze zei, we kunnen hem maar beter in de gehaktmolen stoppen. Dat is het ergste wat moeder ooit heeft gezegd. Het allerergste. In de gehaktmolen was een spel van Dick Walda. Ferry Vink werd gespeeld door Hans Karsenbarg, Krijn Vink door Hans Veerman. Vader en moeder waren Frans Somers en Willy Bril. De man van de keuringsraad was Robert Sobels. De voorzitter van de postzegelclub Sacco van der Made. De tandarts Feciarone. Een klant Maria Lindes. Jolanda Paula Major. Een kunstkoper Wim Kouwenhoven. En een kapster Gerry Mantel. De regie had Ad Leupler.